Op 3 mei start de zwemmarathon in het Rivierabad voor de Europa Run 2014. We zijn bij het Rivierabad. Waarom is er een zwemmarathon georganiseerd? We hebben een zwemmarathon georganiseerd voor het goede doel, voor de Europa Run. Dat is voor mensen die vechten tegen kanker. Daar zamelen wij dus geld voor in. En dat vinden wij een heel mooi doel. En waarom hebben jullie voor dit doel gekozen? Mensen met kanker, die heb je eigenlijk overal om je heen. Is het dichtbij, is het ver weg. Iedereen die heeft er wel een keertje mee, is er wel een keertje mee in contact gekomen. Dus dat vonden wij, vinden wij een heel mooi doel. Jullie hebben gekozen om Europa Run te steunen. Hoe gaan jullie dat doen? Nou, het team wat meezwemt, daar zijn heel veel vrijwilligers van Time is Running. En dat is het team wat de Europa Run dus zelf gaat lopen, van Hamburg naar Rotterdam. En dat, daar gaat het geld dus heen. Dus via hun komt het geld bij de Europa Run. Het is een nachtmarathon. Hoe gaat die nacht eruit zien? Ja. De teams die komen rond een uur of half, zeven uur, mogen zij zich melden bij het Rivierabad. Dan gaan zij omkleden. Dan hebben wij om 7 uur hebben wij een gesprek met de teamcaptains. En dan zullen we om 19:30 de DJ beginnen met de muziek. Dan mogen de mensen op de zwemzaal in het wedstrijdbad. En dan gaan we om 8 uur starten. En tot wanneer gaat het door? Wij gaan van 8 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends gaan wij zwemmen. In estafettevorm. Dus er is altijd iemand van een team aan het zwemmen. Ja, tot 8 uur en dan stoppen we. Hoe hebben jullie dit georganiseerd? Nou, helaas is het vorige keer in oktober is het niet doorgegaan. Toen hebben wij besloten om het toch wel door te laten gaan. En zo zijn wij eigenlijk erin gerold en hebben wij het op ons genomen. Dus wij hebben in oktober hadden wij 5 teams met een DJ. En wij hadden zoiets van, nou ja, dit kunnen wij veel groter maken dan dat het op dit moment is. En zo is het balletje gaan rollen. En hoeveel teams zijn er mee? Op dit moment hebben we 16 teams ingeschreven. En daarbij is het de bedoeling dat de 2 teams die eigenlijk nog leeg zijn, laat maar zeggen, dat de mensen 20 minuten kunnen kopen voor 10 euro. Dus die sponsoren zichzelf, of ons eigenlijk moet ik zeggen. En die mogen dus voor een tientje mogen zij 20 minuten zwemmen. Dus voor de late beslissers kunnen nu nog meedoen? Ja, voor de late beslissers die mogen nu nog meedoen. En hoe kan je aanmelden? Wij staan met een inschrijftafel bij de ingang. En als de mensen daar komen, dan kunnen ze zich daar gewoon inschrijven. Mogen ze zelf een tijd uitkiezen die nog vrij is. En dan zwembroek meenemen. Komt helemaal goed. De belangrijkste vraag misschien. Hoeveel gaan jullie ophalen, denk je? Meer dan 10.000 euro. En dat is niet eens het enige. Ik heb gezegd, als er een mooi bedrag boven de 10.000 euro opgehaald gaat worden, komt er een kapper en dan gaat mijn haar eraf voor Stichting Haarwensen. En dan gaat de tondeuzenstandje 2.